in Hilversum. Bij de Nike's Hilversum zitten en zien we Joke Kleinig in een hesje van de organisatie. Ja, ja, ik dacht kom, laat ik toch mijn ervaring maar ook weer eens een keer gaan gebruiken en iets anders doen dan alleen maar hardlopen. Ik ga helpen. Heb je actief meegeholpen al in de voorbereiding of vandaag? Ja, allebei. Ik heb wel wat dingen in de voorbereiding meegedaan. Ik heb Dick Slootbeek, de grote man hier achter de Nike Hilversum City Run, gevraagd. God Dick, kan ik iets voor je doen? En hij zei ja, natuurlijk altijd. Dus ik heb met name me vanochtend ook bezig gehouden met de Kids Run. Zorgen dat al die schoolteams op foto's komen en zo. En dat ze op tijd bij de start waren. En daarna heb ik bij de prijsuitreikingen geholpen. Dus ik moest al de eerste drie lopers opvangen en dan meteen op naar dat podium jagen. Dus dat was eigenlijk wel heel oké. Maar ik hoor iets van, je loopt nog steeds zelf? Ja, ik ben altijd wel blijven lopen. Alhoewel ik natuurlijk veel minder train dan vroeger. En ik heb inderdaad toevallig 3-4 weken geleden met City Peer City nog een 10 kilometer gelopen. Dus heb ik echt ook weer met een startnummer opgelopen. Maar dat was wel heel lang geleden. Ja, want als we even een paar van jouw prestaties naar voren halen, kun je zelf beter zeggen dan ik. Want een Nederlandse titel op de marathon, die weet ik in ieder geval wel. 2:34 geloof ik als jouw PR. Maar vertel zelf eens wat prestaties van jou. Wat van tijden, wat van titels, wat van misschien ook toernooien en nog. Ja, nou mijn hoogtepunt was inderdaad alweer 19 jaar geleden de Rotterdam Marathon. Ik won daar in 2:34:18. Nou, en dat is eigenlijk eentje die ik altijd nog mee kan nemen. Niet als dan ook Rotterdam Marathon weer komt, dan sta ik weer netjes op het lijstje. Daarmee kwalificeerde ik me toen voor de WK in Tokio. En daar ben ik ook naartoe gegaan in de zomer. Alleen toen kreeg ik een 6-factuur, dus dat heb ik uiteindelijk niet gelopen. Ja, en verder natuurlijk heel veel op de kortere afstanden. 10, 15 kilometer, halve marathon, een paar keer Nederlands kampioen geweest. 1:11:06 op de halve, daar ben ik eigenlijk nog meer trots op dan op die 2:34. Want dat is verhoudingsgewijs natuurlijk nog een betere tijd. Maar ja, na die wereldkampioenschap in Tokio raakte ik wel een beetje van de ene blessure in de ander. Dus uiteindelijk is de Marathon van Rotterdam ook mijn laatste geweest. Dus dat is, ja, daar ben ik nog steeds wel heel trots op. We hebben het verhaal van vrouwen die zwanger zijn geweest, komen heel sterk terug. Ik meen te herinneren dat jij ook na die zwangerschap van je kinderen comebacks hebt proberen te maken. Of zit ik verkeerd? Ja. Nee, want na 91, mijn dochter is geboren in 93. Hè, dus ik heb in die aanloop ook nog heel veel doorgetraind toen ik zwanger was. Dat ging eigenlijk heel erg goed. En ook na haar geboorte nog heel veel gelopen. Maar ja, voor de marathon moet je natuurlijk zoveel trainen. Dus ik kwam eigenlijk nooit meer echt aan die hele marathonvoorbereiding toe. En toen raakte ik vrij onverwacht weer zwanger van de tweede. Dus Lucas is daarna geboren. En ja, weet je, toen was ik ook al 6:37 en 2 van die kleine kinderen. En toen lukte het me niet meer om goed op het spoor te komen. Zeker niet voor die marathon. Dus toen raakte ik een beetje van de ene in de andere blessure. En uiteindelijk heb ik toen gezegd, nou volgens mij was dit het. Had je een mooie carrière gehad, kon er een streep onder. Ja, maar goed, ik heb daarna ook weer heel veel andere mooie dingen gedaan. En op dat moment was het wel even slikken, weet je, van oh, is het nu al klaar? Want ik had ook nog heel veel plannen om onder de 2:30 te lopen en dat soort dingen. Nou ja, dat werd het niet meer. Nou ja, zo gaat het dan. Ben jij de atletiek nog blijven volgen? Ja, uiteindelijk wel. Hè. Huub en ik geven ook nog wel geregeld training. En we blijven toch ook altijd zelf lopen en volgen. Wel wat op afstand, niet echt in de wedstrijdsferen. Maar ja, het blijft gewoon zo ontzettend leuk ook om te lopen, om te doen. En, dus daarom dacht ik ook van, goh, nou, ik moet weer eens wat meer ermee. Ja. Je kinderen, heb je die ook aan het lopen gekregen? Nou, mijn kinderen zijn nu 16 en 14, dus ze zijn echt al grote puberlummels. Mijn zoon is al groter dan ik, dat soort. Ze zijn allebei wel heel sportief. Maar aan de ene kant lopen, ja, ik denk wel dat ze veel aanleg hebben. Maar zoals echt pubers vinden ze dat echt ontzettend saai. Dus mijn dochter zit op hockey als een echt goois meisje. En mijn zoon die roeit, maar met roeien traint hij dan ook wel weer veel aan het lopen. Dus nou ja, joh, wie weet. Ik ben zelf pas begonnen toen ik 19 was, dus kan altijd nog. Is nog hoop. Jij hebt 1:11 dan gelopen, 2:34. Op welk soort schema's trainde jij? Ja, ik was heel erg van de veel-methode. Dus echt heel erg veel intervallen, veel herhalingen. En dan niet te intensief, maar gecombineerd met heel veel wedstrijden. En dat doen we eigenlijk nog steeds. Hè? Want als we ook zelf trainen, is het bijna altijd intervallen. En natuurlijk moet je, als je een goede marathon wil lopen, ook je duurlopen gaan doen. Maar je kan eigenlijk heel erg veel met intervallen. Zou je de verhulmethode dan ook andere mensen aanbevelen?
Ja, nee, absoluut. Ik denk dat het een hele efficiënte methode is. Dat het ook heel erg goed is voor je stijl. Goed is om in ieder geval zoveel mogelijk blessurevrij door te kunnen trainen. En absoluut. En als ik mensen trainingsadviezen geef of groepjes trainen of zo, doe ik het eigenlijk altijd via de verhulpmethode.